Dames en heren, de Limburgs kampioen Maar Bonke Jerke van Zanten. Jerke, Limburgs kampioen Maar Bonke. Maar Bonke, wat is dat voor een sport? Relatief onbekende sport nog. Maar Bonke is een sport voor 50-plussers. En dat is een combinatie van jeu de boule en van golven. En dat speel ze met een geitenbloos die gevuld is met water. Een geitenbloos? Een geitenbloos. Er zien ook kunstblozen, meneer de Graaf. Maar de meeste spullen... Zeg maar, Maurice. Lever dat gemicht, meneer Van Zantenheupje. Dat we een beetje afstand houden. Dat is duidelijk. Ik ga nog een stapje terug. Maar met de geitenbloos... Wie moet ik me dat voorstellen, een geitenbloos met water? Werd zo'n beestje daarvoor... Toen werd een speciaal gekweekt, meneer. Dat werd een speciaal gekweekte geiten. En dan werd hij bloos. Dan werd er operatief uitgehold. Dan werd er een nieuwe bloos ingezet. Die groeit weer aan. Maar dat geit niet met elke geit, meneer de Graaf. Dat geit niet met elke geit? Zeg maar, Jerke. Ja, nu wel. Had je dat niet gezegd? Nee, is goed. Je zegt een combinatie tussen golf en jeu de boule. Ja. Hoe komt dat dan vandaan, dat Maar Bonke? Uit Portugal. Portugal? Uit Portugal, daar zien ze begoos. Dan is het van Portugal is het naar Frankrijk gegaan. En het is naar Engeland gegaan. En wie had het dan in Frankrijk? In Frankrijk heet het Mai Frappé. Mai Frappé. Frappé. En die noemen die in Maastricht, dat ook, hè, want dat is ook een Maar Bonke club. Okay. Die noemen zich de Mai Frappés. Maar voor jou zeg ik gewoon Maar Bonke. Ja. En in Engeland? Daar, ja. Dat is een beetje buttbanging. Oké, ja, dat klinkt inderdaad een beetje gevier. Er wordt ook veel op parkeerplaatsen gespeeld. Waar werd Maar Bonke gespeeld? Meestal in de vrije natuur. In de vrije natuur? Ja, vrije natuur, verspeulen op allerlei plaatsen. Verspeulen neven de Maas. Want kijk, dat is in Dresden, wordt het gespeeld onderhands. Ja. De gespeeld bovenhands. De kent met een bed, dat nummer voor de but. Kent ze de bal in de log en dan Sean. Maar de kinderen ook, want dat is de naam van ons club, Shop Shave. De kinderen ook shoppen. Daar hebben ze ook speciale schoenen voor. En dan, wat zijn dan de spelregels? De spuls met 3 tegen 3. Ja. Die 3 die werden willekeurig bij elkaar gezet. Dan geef ze de bal, volgens een bepaald circuit, geef ze de wegshoppen en schieten. Die moet in het circuit. Bij ze uit het circuit is de tegenpartij. Winst ze 3 keer, krijgen ze de rode pet. De rode pet? De rode pet kreeg ze nog 3 keer. Daar heb je op. Deze pet. Winst ze dan nog 3 keer. Jij hebt 3 keer gewonnen dus. De rode kraag. Oké. Dus jij zit compleet in outfit. En ja, ik weet het of de cameraman die schoenen even in beeld wil brengen. 2 verschillende schoenen. De Maar, dat is de stoner. Ja. En de Bonk, dat is de gooier. Die schoenen die staan voor het Maar Bonke. Ja, die hebben een speciaal profiel. Die kunt ze kopen in Chesterfield achter Londen. Niet Chesterfield bij Birmingham, maar achter Londen Chesterfield. Daar werden die op moot gemaakt en dan kregen ze trials onder. En die trials die zorgen ervoor dat ze in het graspuls of op de asfalt. Maar is het dan een beetje een elitesport? Nee, meneer, ga niet. Ga goed niet. Is zeg maar Maurice. Ik? Maurice? Ja. Jerke? Ja. Mijn naam. Voor iedereen, 50 plus, voor hebben speciaal voor de lui die nu kijken, hebben voor... Kent je het retailpark in Remunk? Dan even. Daar zitten we. Hebben we morgen zondag. Morgen zondag is hier. Ja, voor de lui die op zondag kijken, vandaag. Ja. Hebben we een demonstratie. Als ze op het park steeds links. Ja. Dat is een graasveld. Dat doen we voor de ganse dag demonstratiesporten. Maar lui die willen leren, kunnen daar naartoe komen. Die krijgen een coach. En die coach die gaat die leren en kijken of ze talent hebben voor te Maar Bonke. Wat voor jou, Mitchell? Ik houd op voetbal. Kun je het nog volgen trouwens? Want ik heb er moeite mee. Ja, een beetje. Ik doe mijn best. Maar ik houd op voetbal. Okay. Maar ik ben nog heel even aan het denken. Je mocht onderhand, ze mocht bovenhand, ze mocht stampen. Maar wie geeft het dan? 3 tegen 3? Een parcours. Bij een bepaald parcours. Waar ligt dat parcours? Die 6 samen. Met 3 bij elkaar. En dan zijn ze vergoon weer het dichtste bij de bushalte spul. En die bushalte ligt dan 2 kilometer verder. First spelen meestal vlak. In Portugal spelen ze bergop en bergaf.
Dat lijkt me lastiger. Is veel lastiger, want als er een ongerspuls en de stams verkeerd, dan rolt de bal door, rolt de oer het veld, is de tegenpartij. Wie groot is de Marbonksport in Nederland? Groot. Ja? 34 man. 34 in heel Nederland? In heel Nederland. En jij bent van vereniging Shop Sjijvoet Venlo? Ja. Speelt jij dan meestal op de hei en wieveel leden heb jij? Drie. Drie? Ja. Je zit een vereniging met drie leden? Ja. Mijn vrouw, onze chef en ik. En je bent morgen, zondag, met z'n drieën hier? Nee. 34 man zien voor je. Heel Nederland is morgen. Heel en twee uit Pruisen. Oh. Twee uit Pruisen, uit Stralen, die spelen ook wel eens bij ons met. Ja. Maar die mogen niet competitie spelen, want dat zien geen Hollander. Ja. Begrijp je? Niet gans. Meneer de Graaf. Sorry. Ik kan het nog een keer goed leggen als je wilt. Hè? Ik denk, de geitenblaas, de gestamd of gegooid weer, een parcours. Is het dan één voor één? Nee, met één blaas, met zes man gooi je dat geit toch niet? Je gooit één voor één ons de beurt. Stel dat geur uitgooit, ja, dan mag je één trial niet meer doen. Dus dan spelen die met twee. Zo gauw de tegenpartij, dus ochtpartij, wint, mag je weer in het spel. Wieveel trials moest ze gewonnen hebben voordat ze de... Dat maakt niet zo uit. Als ze maar het eerste bij die bus uit de bus. Het werd me langzaam... Of het hoeft niet, dat kan ook de kerk zien. Hè. Het is een sport voor vergrijzers, 50-plussers. Ik noem dat even vergrijzers, als dat mag. Ik zie dat bij u, geloof ik, ook een heel klein beetje vergrijzing. Oh, meneer de Graaf, daar kun je er ook wel wat van zeggen. Hè? Ik ben de Wilfred Gené van Limburg, ik verf ze. Dus bij deze is dat ook goed de wereld geholpen. Morgen dus hier het grote evenement. Gij als Limburgs kampioen. Wieveel kans heb je om Nederlands kampioen te worden? Nou, dat is moeilijk. Dat zal ik ook zeggen. We hebben een hele goeie in Nederland. Geen niet of je dat kent, maar we kregen zo gauw voor ingeschreven zijn in het handelsregister van de Marbonksbond Nederland, kregen van een naam. Mijn bijnaam is Oom Duchel. Dus op het moment dat ze ingeschreven zijn, kreeg ze een naam? Als ze drie keer gewonnen is. Oké. Okay. Mijn bijnaam is Oom Duchel. Oom dus Duchel. Niet Duchel, maar Duchel. Duchel, juist. Maar we hebben in Nederland een kraantje papa, die is zo goed, dat kan bijna niemand aan. Dus de kans dat ik Limburgs kampioen ben, is niet zo groot. Of Nederlands kampioen. Limburgs heb je al gehoord. Ja, Limburgs ben ik al zes keer. Ja. Ja. Maar op het begin was ik alleen, dus toen was het niet zo moeilijk. Toen speelde ik alleen tegen mezelf. Ja, dan winnen ze altijd. Hè. Ja, van ikzelf. Begreep je, meneer de Graaf? Ik begin het langzaam door te krijgen. Ja, dat is fijn. Ik wens u heel veel succes, meneer Duchel, wou ik binnen zeggen. Nee. Meneer Jerke van Zanten. Van Zanten, Geer. Ik ben benieuwd zondag. Ik denk dat je een kijkje kon maken. Nou, Marbonk, Sport, Shubshave. En bedankt voor de komst. We zijn dan met oog aan het einde van ons programma. Dit was Sport Arena voor deze week. Volgende week nieuwe topgasten, nieuwe club van de week. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend en tot die volgende week. Hoi!